De crash in Barneveld tussen Novatec Lycurgus en Simplex SSS. SSS speelde thuis in een goed gevuld halletje en ging op zoek naar de overwinning tegen een titelkandidaat, een ploeg die kandidaat maakt op de titel, Novatec Lycurgus, nadat eerder tegen Active Living Orion en Drijsma Dynamo verloren werd. Wisten de Barnevelders nog niet te stunten dit seizoen. De eerste set gaat goed. Ze gaan lang mee, de Barnevelders. En dan is het op setpoint een killblok van Robin Boekhout, die de eerste set voor de Groningers binnensleept. Tweede set staan de Barnevelders lang voor, ook in de slotfase. Mooie rally. Duel aan het net, opgepikt door Sjoerd Zegwaard. Balletje eroverheen, setje naar de buitenkant. Cal McCauley duwt hem eroverheen. Krijgen we weer een overname. Lange rally. Hier ook opgepikt aan de kant van SSS. Krijgen ze weer een kans. Weer verdedigd. Kans voor Lycurgus. Niet afgemaakt. Killblok van Sjoerd Zegwaard. En daarmee komt SSS op 2 puntjes voorsprong. Lycurgus weet het richting het einde van de set weer om te draaien. Komt zelf op setpoint voor de kans op 2-0. Maar zover is het nog niet. Weer dit killblok op Kyle Fischer. SSS nog steeds in achtervolging. 23-24. Verdedigingetje van Jochem Bloem. Maar net fout geconstateerd. En daarmee gaat de tweede set naar Lycurgus. Derde set dan. Paasje van SSS. Eenhandige setup. En een keiharde smash van Jochem Bloem. Timmert er hem in. Robin Boekhout weet Bloem niet te stoppen. Maar Ludwig Innocente wel. Killblok. Terug de grond in van Robin Boekhout. En deze set weet Lycurgus met afstand voor te lopen richting het einde van de set. En de setwinst is dan binnen met de foutsurf. Daarmee wordt het 3-0 voor de Groningers.